Zo'n live concert, is dat ook een beetje een verkenningstocht voor u? Van wat werkt er hier, wat werkt er minder bij de mensen? Hè? Want je bent nog echt beginnend, succesvol artiest. Hè? Heel beginnend. Dus dat is altijd een beetje zoeken. Zeker ook tijdens repetities. Wij doen heel veel repetities, gewoon om elkaar als band ook te vinden. Want dat is ook een startend project eigenlijk, elkaar live vinden. En dat blijft groeien. Maar elk publiek reageert anders op nummers. Op Pukkelpop zat de sfeer heel hoog. Wat je misschien bij andere festivals, als je opener bent, iets hebt van mensen die nog heel rustig zijn. Dus dat hangt er ook heel hard vanaf. Maar ik denk dat we wel content waren van de nummers die we gespeeld hebben op Pukkelpop. De mensen deden wel bij elk nummer mee. Dus dat is wel fijn. Zeggen dat morgen zomerhitfinale, eigenlijk al half gewonnen, hè, genomineerd, dan die finale nog halen. Hè, vorig jaar ook genomineerd, denk klopt, ik. Klopt. Dus prachtig, hè, morgen. Hè. Het wordt spannend. Ja, spannend. Ik heb altijd in mijn hoofd van ik ga niet winnen. Wat dat helemaal oké is, het is een redelijk rustig nummer. Ja, het is in het Engels, de mensen zijn ook al meer voor het Vlaams, iets meer aan zomerhit, iets meer feest. Maar dus de finale halen, dat is sowieso al voor mij meer dan genoeg. Zeg je dan nog iets leuk? De nieuwe album komt eraan, 27 september. Klopt. Wat kun je daar al vooral kwijt, misschien, algemeen? Ik ben er zelf heel tevreden over. Het zijn heel veel leuke nummers. Ook heel veel persoonlijke verhalen weer. Ik denk bepaalde verhalen die ik nog nergens in geen enkel nummer heb verteld. Ik probeer er zo min mogelijk gericht over te vertellen, want de mensen moeten het een beetje ontdekken. Ja. Maar ik hoop dat de mensen het leuk gaan vinden, dat in de eerste plaats. En dat ze hunzelf opnieuw kunnen ontdekken in mijn muziek. Wat ik toch altijd probeer met mijn nummers, dat de mensen ook een eigen gevoel bij een nummer kunnen plaatsen. Dus ik hoop dat dat ook lukt. En dan de albumtitel, I Call You When I'm Home. Ja. Is dat iets wat je veel zegt onderweg? Ja, dat gebeurt wel vaak. En vooral ook omdat ik reis veel voor mijn muziek. Ik schrijf heel veel in andere landen. En daardoor ben ik ook een beetje op een, dat klinkt heel spiritueel, maar op een persoonlijke reis aan het gaan. Van mijzelf ook terug te ontdekken en zo. Ik denk dat dat deels door de leeftijd is en deels door nu heel dat nieuwe muziekding. Dus het gebeurt wel dat mensen mij bellen en dat ik zoiets heb van, bellen als ik thuis ben, ik ben nu even mijn eigen weg aan het gaan of zo. Ja. Maar dat is op een heel positieve manier en niet op een, ik bel wel, maar eerder op een, I'm on a personal trip. En als ik thuis ben, dan bel ik om terug met de maten en de familie af te spreken. Dus voilà. Zeg, ik veronderstel dat er een aantal promo-optredens gepland zijn om uw album te promoten. Waar kunnen de mensen u komen zien? We hebben sowieso 3 eigen shows staan. Dat is in de Trix, Vooruit en het Depot. Ik denk dat het Depot al, ik ben naar links. Het Depot is al uitverkocht. En het zijn echt de allerlaatste tickets voor de Vooruit en Trix. Dus ik hoop dat ze alle 3 uitverkocht gaan raken. En dan wordt dat sowieso een feestje. Succes met uw album. En dan ook met Zomerhit morgen toch. Hè? We gaan ons best doen.